Dit is nice. Kunnen we dit doen? En dan, hey, wie valt mij aan? Hallo, oh, even refillen. Goeie, ik vind het een goeie. Dan gaan wij maar een rondje op zoek naar Silicon Pearls en naar Crystals. Let's go. Oké, en dit keer zijn we dus nu letterlijk aangekomen op de oude base van Marnikar. Oké, ik word nu al aangevallen. Oké, mensen, het is nu echt een reddingsactie geworden. Ik heb even snel gewoon, omdat ik wist gewoon helemaal niet meer wat ik moest doen. Dus ik heb super snel even gauw deze Max Verstappen getemd. Ik heb hem trouwens Max Verstappen genoemd. Hallo mensen, en super tof dat jullie weer komen checken bij een gloednieuwe Ragnarok. Ik heb een klein beetje even off-cam mijn base wat beter gemaakt. Hey, goed gedaan. Hey, we hebben nu twee fortjes. We hebben nu mooi twee storage boxen. We hebben hier een klein dingetje voor wat andere spulletjes. We hebben een bookshelf voor de blueprints. Want ik had er nog wel een paar gevonden eigenlijk. Maar dat heb ik eigenlijk nooit in opnames gedaan. Dit staat nog steeds hetzelfde. In de vorige video was ik aan het klagen dat deze unpowered was. Dat we waarschijnlijk die andere apparaat erbij moeten hebben. Misschien ben ik een beetje niet zo heel erg slim geweest en moet je gewoon even je generator aanzetten waardoor dat deze ook gewoon powered wordt, want die is nou net zo goed unpowered. Ja, slim gedaan. Die hebben we even een ander plek gegeven, want die stond eerst hier zodat we de twee voortjes kwijt konden. En ik was het met iemand heel erg eens. Ik stoorde hem er ook ontzettend aan. Het dak was maar één hoog. We hebben nu alles twee hoog gemaakt. Nou is het toch een stuk fijner om naar te kijken ook, dat je niet alles zo boven je hoofd hebt zitten. Dus dat is super nice. Waar ik me mee bezig wil houden is nu denk ik te gaan kijken om wat croplots weg te gaan zetten. Om zelf narcoberries te gaan maken, aangezien het toch best elke keer een struggle is om aan die berries te komen. Of we moeten even kijken voor een andere dino. En misschien als we toch gaan bezig zijn gelijk met de croplots, dacht ik, waarom gaan we dan niet gelijk wat X-seeds bovenop wegzetten? Dus ik denk dat een slim idee is om hiermee te gaan beginnen. En daarvoor hebben wij nodig, even zoeken, sowieso de croplots. Hier, large croplot. Valt op zich wel mee. Laten we zeggen dat we er even 10 willen hebben. Ah joh, maak er gewoon gelijk maar 10. Maak er maar lekker 10. Wat we dan ook nodig hebben is natuurlijk water. Water hebben we genoeg in de base. Dus het enige wat we dan hoeven te doen is op zoek te gaan naar de pipes. Die had ik al van tevoren geleerd in de vorige aflevering. Even eentje maken. Ik weet niet zeker of dit die is die gewoon zo verticaal loopt. Volgens mij wel. Ja, dat zijn die. Oké. Dan hebben we misschien wat verticale nodig. Ik heb nog geen idee wat we nodig gaan hebben. Doe er maar 6. Dan hebben we wat rechte nodig. Doe er maar 10. En dan hebben we misschien wat splitters nodig. Dat is hem niet. We hebben hier in ieder geval de croplots. Die willen we. En hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Want alles heeft dus een specifiek iets. Maar ik weet nog niet wat. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Oh, en hebben we natuurlijk de taps nodig. Ik weet niet waarom. Ik krijg hier links rechtsboven nooit de 0 weg. Dus ja, ik wil er 10. Dat wil ik helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Zo, en hebben wij alles om te gaan kijken voor de kleine farmpje die we gaan maken. En ik zat te denken om het eigenlijk gewoon gelijk rechtstreeks hier aan het water te maken. Niet moeilijk doen. En dat we dan misschien vanuit hier ook gelijk doorwerken om daar X-seeds alvast boven te gaan zetten. Irrigated. Het is niet helemaal mooi misschien. Zullen we toch gewoon foundations wegzetten? Ja, maar we gaan gewoon foundations wegzetten. Ik zit alleen te denken, als we hem nu ietsjes door gaan bouwen. Hier ook en hier ook. En we doen die dan ietsjes langer door. Hoe we hem eigenlijk dus gewoon net hadden. Dan kan ik er gelijk 4 doen. Kijk, dan hebben we in ieder geval hier 4 kroplotjes waar we dan lekker wat zaad dadelijk in kunnen doen. Dus dan doen we daar de narcozaadjes in. Dan kunnen we hier lekker onze narcoberries gaan farmen. Oké, dit heeft even tijd gekost om dit een beetje goed uit te zoeken hoe het zit. Maar ik ben erachter dat je hier dus ook flexibele pijpen kan maken. Dus komt het net niet uit, dan doet hij hem automatisch gewoon snappen naar de punt. Dus ik heb hem gewoon aangesloten op het originele stuk. Daar naartoe laten gaan en dat stukje daarboven. Even kijken, hier dit stukje waar we nu tegenaan kijken. Dit stukje.
is een flexibele pijp, loopt hier door de muur. In die muur heb ik die speciale ding waardoor dat we dit naar buiten kunnen laten lopen. Hier hebben we de taps en hij is irrigated. Yay! Alleen moeten we nou dus fertilizer hebben. Ik ga denk ik alleen nog maar deze twee doen om te proberen. Om te kijken of het inderdaad goed werkt. Ik vind zonde, al ga ik er dadelijk hier allemaal moeite voor doen en het lukt niet. Dus wij moeten maken fertilizers. Maar dan hebben we dus die, wat was het? Johan's Collector. Johan's. Wie het ook mag zijn. Deze hebben we dan nodig. Ik wil de poep collector alsjeblieft. Moeten we deze dan ook per se buiten wegzetten? Ik ga hem gewoon hier wegzetten. En die dan daarnaast. Unpowered. En als het goed is, al zetten wij jou nou aan. No powered. Powered. En dan kunnen we jou denk ik op dingen zetten. Ja, filter. Pick only poop. Dus poepen. Jongens. Jongens, kom dichterbij. Ik weet niet hoe dichtbij je moet staan. Hij poepte. Kom dichterbij. Gezellig hier met z'n allen omheen. Oh, ja. Kijk. Maar, zet je het nu dan ook gelijk om? Oké. Ik moet er nog wel zelf dingen van gaan maken. Dus ik moet wel zelf mijn touch meenemen en zo. Als ik het goed begrijp. Ik moet wel mijn touch weer hierin doen. En dan moet ik echt wel zelf dit doen. Volgens mij. Als ik het goed begrijp. Ik kan het fout hebben. A few moments later. Oké, mensen. Ik heb super weinig dingen meegenomen. Ik ben op mijn PTE. En dat is om één reden. Aangezien ik moet wachten op de fertilizer en alles, ben ik van plan om wat anders te gaan doen. Het wordt tijd om eens te gaan proberen om een wieveren egg te gaan jatten. Ik ben serieus best wel zenuwachtig om te kijken of het gaat lukken. Ik ben namelijk echt benieuwd of we snel genoeg zijn. Mocht het fout gaan, dan hebben we pech. Dan moeten we op zoek gaan naar een high level PTE of iets. Alleen moeten we even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Ik denk dat ik dan hier uit wil vliegen. Zodat we hier de bossen in kunnen gaan. Dat we hier er dadelijk al in gaan schieten, denk ik. Even kijken, is het hier veilig? Hier is het wel veilig. Laten we even een kijkje nemen. Stamina is oké. Wij gaan op onderzoek uit, mensen. Here we go. Oh, daar is het al te druk. Laten we even hier een kijkje nemen. Level 90. Moet hoger kunnen. Beneden. Fire. Dit is een fire. 50. Kom op, gun me iets hogers. Wat hebben we hier? Poison. Hier zit helemaal niks in. Ik denk dat ik dan voor deze ga. Level 90. Level up. Voor wie is het? Ben jij het? Al ben jij het. Dan gaan we jou nog even snel... Ja, stamina erbij. Oké. Freaking hell. Let's go. We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de zijkanten. Hebben we serieus gewoon nog niks achter ons aan? Nou, oké. We hebben een ei gestolen en er komt gewoon niks achter ons aan. Ik vind het helemaal prima. Wauw. Nou, hoe steel je een ei? Nou, zo. Ik zit in mijn inventory te kijken. Waarom heb ik helemaal geen ei? Ik heb geen ei. Oké. Wat een onzin weer. Vandaar dat er dus ook niks achter ons aankwam. Het ging zo makkelijk. Ja, het zal eens een keer makkelijk gaan. Nou, hallo drakenvrienden. Daar zijn we weer. Ik vind het jammer dat je hiermee dus niet kan kijken of er daadwerkelijk iets in zit. Oh god. Ik ben gespot. Kunnen we gelijk kijken of we snel genoeg zijn. Door de bomenpartijen. Hoppakee, hier langs. Blijf laag. Dicht door de bomen. Hoppakee. Helemaal kwijt. Maar zijn hem al kwijt. Oké, wat ik eigenlijk wil is dat we via deze kant eruit gaan vliegen. Dus dat gaan we dan
ook doen. Oh, eerst stamina, eerst stamina, eerst stamina. Oké, stamina is vol, maar daar hebben we dus al de eerste Evenin zitten. Oké, gaan we weer. Wat hebben we hier? Letterlijk niks. Nee, 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 niet daarin landen. Mafkees. Gaat nog steeds goed. Oh, kak. Oh, kak. Gaat nog steeds niet goed. Gebruik de wanden, gebruik de wanden. Gebruik de obstakels. Hoppakee. Vliegen we er hier uit. Boots in. Zit nog steeds achter ons aan. Tijd om hem te dodgen. En ik denk dat we hem kwijt zijn. Nice, ja, we hebben hem. Nou, dan gaan we maar weer terug. Het is vervelend dat we gewoon geen goede eieren qua hoger level willen spannen. Laten we het eens via de andere kant proberen. Laten we via die kant de schacht ingaan, zodat we hier naar achter kunnen gaan vliegen, om het zo te zeggen. Hoppakee, hier de schacht in. In de hoop dat ik nu al volgens mij achterna gezeten word. Yay! En dat we gewoon een pokken eind hierdoor moeten vliegen nu. Kom er daar doorheen. Kom er daar doorheen. Nog steeds achter me aan. Ja, je zit nog steeds achter me aan. Ga weer doorheen. Hots, vlots. Kijk, daar zit hij, daar zit hij. Zit je vast, vriend? A few inches later. Echt, maar waar komt die dan weer vandaan? Ga gewoon even weg, alsjeblieft. Dankjewel. Don't. Duik gewoon dadelijk weer gewoon kaart die eerste schacht in waar we begonnen zijn. Tot nu toe hebben we daar de beste succes gehad. Dus dat is wel een goed idee om te gaan doen, denk ik. Eerst maar eens van deze af zien te komen. Wow. Want mijn stamina is behoorlijk laag. No! Ik heb hier geen bomen meer. Ik moet landen. Oh nee. Nee. I'm very fucked. Mag ik even op mijn gemakje zo dit pakken en zo, meneer? Dankjewel, ik ren even. I'm grappling away! Oké, nou ben ik dood. Ik ben dood. Ik ben gewoon dood. Oké, we zijn weer terug en laten we het nog heel eventjes een beetje uitstellen. Laten we op zoek gaan naar een betere PTE. Ik denk dat dat slim is om daarvoor te gaan kijken dan. En wat we nu wel hebben hier is Fertilize. En waar ik dan heel erg naar benieuwd ben, is naar de Refertilize. Daar wil ik er wel 4 van leren. Gaan we eens kijken wat dat precies inhoudt, want volgens mij is het gewoon een fertilizer die terugkomt of iets. Heb ik het idee? Dan laten wij eerst gaan kijken voor deze. Daar willen wij in één van die en één van die. Oh, maar dit gaat er niet in. Sprit. Oké, ik snap hem niet helemaal. Ik moet hier misschien even wat meer tijd voor nemen om door te nemen hoe het precies zit. Dus wat wij gaan doen is wel een paar fertilizers meenemen. Nou is die fertilized en hij is irrigate. En laten wij ook eens proberen om deze dan te gaan doen. Hup, laat me er even op alsjeblieft. En laten we gewoon even hier beginnen. En dan eentje daarvan. Zie je het? Ja, daar gaat hij al. Zie je het? Irrigated. Plantje. Nou, dan kan dat even allemaal lekker gaan groeien. Laten we dan de poepcollector maar weer aanzetten om nog wat meer fertilizer te maken. Dan moet natuurlijk nou een beetje allemaal doorgaan. Zo, dan hebben we nu ook een nieuwe zadel voor de PTE. Voor deze grote vriend. En dan ga ik gewoon even weer wat spullen pakken en dan gaan we gewoon op zoek naar een nieuwe, betere PTE. Die dan misschien ook wat sneller is en alles. En ik heb hier toevallig nog een beetje een pakje liggen wat ik heb gekregen uit loot drops. Dus we doen dit gewoon even gauw aan. Laten we ergens een broekje van maken. Oké, ik heb het even geskipt. Kijk eens wat we hebben. We hebben weer een nieuwe. Level 170 is die geworden. En kijk eens, dit is een mannetje en een vrouwtje. Dus
Nou leek het mij wel geinig om eens gewoon een keer deze te gaan breeden. Ik vind het ook leuk dat ik, nu gewoon een PTE ga doen. En enable wandering. Zijn ze bezig? Ja, ze zijn bezig. Nice! Dat gaat allemaal dus mooi zijn gangetje. De X-seeds zijn ook lekker bezig. Dat is mooi. Ik ben gewoon echt serieus gewoon hier. Ik ben gewoon benieuwd wat er uit deze meting komt met de PTE's. Oh my god. Oh, gewoon ook bijna al. Eitje. Hij staat aan. Is hij nou aan het uitkomen? Doe ik het goed? Ja, oké, okay, hij is incubating. Nice. Hij is incubating, dit gaat lekker. Dit wordt al gewoon de eerste proef. Dit is gewoon een proef om te kijken of ik het goed doe. Laten we het daar maar op houden. Dus die is over 6 minuutjes ongeveer klaar. Dus dat is nice. Hopen dat er wat tofs uitkomt. Ik ben benieuwd. We gaan gewoon 6 minuten skippen. Oké, ik heb de moment van het uitkomen helaas gemist. Ik kreeg een superbelangrijk telefoontje hier tussendoor. Maar kijk, ik heb een level 118 nieuwe PTE. Oh, wacht. Ik heb gelijk een tweeling. Waarom heb ik gelijk een tweeling? Jongens, disable wandering alsjeblieft. Jij ook. Lopen jullie mee? Trouwens, blijven jullie maar even lekker gewoon lekker hier staan. Jullie hebben nou natuurlijk eten nodig. Kom, we moeten snel wat eten halen voor je babytjes. Doe dit nooit meer, Marnix. Doe dit nooit meer. Let op je stamina. Leer hier nou eens van. Leer hier nou eens een keer van. Hier, dit bedoel ik. Doei. Daar gaat weer je hoogste level. Later, vriend. Echt, het is... Maar we hebben in ieder geval wel vlees. Echt waar. Ik mis gewoon Martijn. Martijn, ik mis je. Met twee is het gewoon veel makkelijker en leuker om te spelen. Alleen, het is misschien wel handig om dat gelijk er even bij te koppelen. Martijn kan er dus nog steeds niet in. En waarschijnlijk komt het dus omdat er iets niet goed gaat met de invite in deze server. Want alles is doorgegeven aan Joost. Joost heeft alles weer doorgegeven aan degene die de whitelist bijhoudt. Ik weet niet wie de whitelist bijhoudt. Volgens Joost is alles toegevoegd. Alleen blijkbaar gaat er iets niet helemaal oké. En wij komen er dus maar niet achter waar het probleem precies zit. Want hij zou waarschijnlijk in de whitelist moeten zitten. Zodra dat Martijn joint, komt er dus te staan dat hij... niet welkom is in deze server. En dat is een beetje gek natuurlijk. Maar ja, we gaan proberen om het nog te kunnen fixen. En dan zijn we dan alweer bij de PTE's die inmiddels al volgroeid zijn. Nice. Jullie kunnen level up allemaal in stamina. Jij kan er eentje in stamina. Oké, ze hebben nou... Hey, een eitje. Ik neem hem gewoon mee. Niet dat ik er veel aan ga hebben. Ik doe hem wel in de koelkast, maar ik ga hem nog niet aanzetten. Want ik vind het nog een beetje... Oh, wacht. Er zit ook gewoon 7 dagen spoortijd op. Oh, perfect. Voor die tijd ben ik wel weer online. Gaan we gewoon zorgen dat we veel meer gasoline hebben. Want ik ga hem weer laten voor deze keer. Dus vonden jullie het een leuke video? Beloond alsjeblieft met een blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw en wil je mij volgen? Dat mag zeker. Druk op het abonneerknopje beneden en join de Chexy Army. Nogmaals, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. En ik zie je super snel bij de volgende. Ik check jullie later. Peace.